Ik ben Arno, ik loop stage bij een fysiotherapeut. Kom weer. Arno, wat had jij van je stage verwacht? Een leuke werksfeer. Veel verschillende leeftijden. Gewoon verschillende blessures. En ja, daar ga ik van leren, dacht ik. En is dit iets wat je later graag wil doen? Ja, dat zou op zich wel kunnen. Ja? Ja. Het is gewoon, trekt je wel aan. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Met sport ook, ik hou van sport. En hier gaat het vooral over sportblessures, dus ja, dat lijkt me wel leuk. En heb je daarom deze stage gekozen? Of, Waarom eigenlijk? Nou, ik had vroeger met voetbal een paar blessures en toen moest ik altijd bij fysiotherapie komen. En toen ik zag hoe ze met mij omgingen, met anderen omgingen, vond ik dat erg interessant om daarvan te leren. En daarom heb ik deze thuis. Oké, nou dat klinkt interessant. Wat voor opdracht heb je zoal gekregen hier? Wat moet je doen? Als ik iets niet snap, moet ik gewoon een vraag stellen over de blessure en zo. Ik loop altijd mee. En bij sommige mensen kan het niet, want die willen dat niet. Nee. Moslimvrouwen en zo. Allemaal mensen. Nou, dit is logisch, dan willen ze niet dat je erbij bent. En dan heb ik even pauze, kan ik even opschrijven over de stage zelf, over de dag. Ja, gewoon een beetje meelopen en ervan leren. Oké. En mag je ook zelf dingen doen? Niet echt. Dat mag. Nee. Je mag geen mensen aanraken. Nee, kijken. Ja. Oké. Okay. Heb je moeite met de dingen die je dan als opdracht krijgt, zeg maar? Nou, sommige dingen dat snap ik niet helemaal. Het zijn echt moeilijke woorden. Latijns komt ook heel vaak terug. Ja, dat weet ik niet. Dus dan moet ik altijd even vragen waar het over gaat. En dan snap ik het wel. Oké, nou dankjewel. Dan wensen jij nog veel plezier. Ja, dankjewel. Dus, Het probleem is een beetje van hoeveel moet ik hem erover vertellen? Wat hij begrijpt en wat hij kan begrijpen en waardoor hij beter enthousiast wordt. Maar ik heb wel het idee dat hij iets in deze richting al wil. In deze branche? Ja, lijkt denk hem ik. Wel. Hij vindt het wel interessant. Ja. Maar wordt u dan niet belemmerd omdat er opeens een stagiair is die. Het verhaal is een beetje dat ik vraag eerst aan een patiënt of ze het vervelend vinden om een kijker erbij te hebben. En je hebt bijvoorbeeld moslimdames, nou ja, daar moet je al helemaal niet bij komen. Nee. En er zijn mensen die het niet prettig vinden. En dus dan vraag ik van tevoren of ze het goed vinden. En dan, als ze het goed vinden, dan is het verder geen probleem. Dan leg ik me alles een beetje uit. Oké. Heeft u nog opmerkingen over de stagiair zelf? In trant van of hij goed meedoet? Ja, hij doet goed mee. Maar ik heb hem dus één dagje meegemaakt en het lijkt erop dat hij. Het is een beetje het verhaal ook. Hij wacht natuurlijk een beetje af, mij een beetje af van wat moet ik en moet ik nu met je meelopen. Dus hij loopt de hele dag een beetje achter me aan. Dus ik stuur hem zo een beetje weg ook zo van. Nu even rustig gaan zitten, nu ben ik even zelf bezig en dan kom je er straks bij en is het interessant. Dus ik probeer een beetje de interessante dingen voor hem eruit te halen. Okay, dat zijn natuurlijk heel veel rugklachten. Als je dus bijvoorbeeld twee keer rug heeft gezien, dan kan je wel weer eens even gaan zitten. En als ik dan een interessante enkel heb, dan komt hij er weer even bij. Oh ja, en dan ik denk dat hij gisteren 5-6 patiënten gezien heeft van mij. En vandaag loopt hij dus met Piet mee, met een collega. En die heeft dan weer een andere insteek. En ik krijg een beetje een beeld van de praktijk. Het is natuurlijk een praktijk waarvan alles komt. Ja, en leert hij ook dan technieken iets van? Ja. Okay. Maar ik vind het niet zo, want ik heb wel in dat boekje van jullie zitten kijken. Hij moet dus ook kunnen waarnemen en kunnen voelen. Maar dat vind ik dus helemaal niks. Dus dat hij al aan patiënten gaat zitten. Nee, dat komt niet te sprake. Nee. Oké, okay. Nou bedankt. Graag gedaan, mee.